Het Arnhems Dierenpark Burgersoe maakte onlangs bekend dat het de bouwwerkzaamheden start voor een thematische indoor speeltuin. Op 30 maart 2012, de 99ste verjaardag van het Arnhems Dierenpark, moet het bouwproject gereed zijn en de officiële opening plaatsvinden. Ja, wat wij zien in ons park is dat wij hebben heel veel buitenfaciliteiten met de Rema, met Safaripark, met de volgafdeling. We hebben heel veel binnenfaciliteiten met Bush Desert en Ocean. We hebben een buitenspeeltuin en daar zien we echt dat de kinderen als mooi weer lekker is kunnen spelen. Maar we zien ook dat als het weer wat minder is, als het regent, als er sneeuw is of als het gewoon te koud is, dat kinderen eigenlijk graag nog willen spelen, graag nog iets willen doen. En wij missen dus in het aanbod wat we bieden aan de bezoeker die hier komt, missen we duidelijk de indoor speeltuin. Nou, die gaan we nu bouwen. Maandag 12 september gaat de spaan de grond, gaan we aan de slag. En dan moet die 30 maart 2012 moet de indoor speeltuin klaar zijn, want dan bestaat ons park 99 jaar. Dus ze zeggen al voor de grap, we bouwen een speeltuin voor een 99-jarige. We geven dus echt een cadeau, niet voor het 100-jarig bestaan. Wij vonden het juist grappig om het met 99 te doen. Dan komt de speeltuin en met het 100-jarig bestaan gaan we natuurlijk ook flink uitpakken, leuke activiteiten organiseren. Dan zal er niks groots worden gehoopt, geen speeltuin of wat dan ook meer. Dat hebben we dan bij 99 al gedaan, maar bij het 100-jarig komen er veel festiviteiten. Dit plan van de speeltuin, lag het al lang in de la? Nou, we hebben er wel al lang over nagedacht, maar het afgelopen half jaar, dus een half jaar geleden, ongeveer februari, maart, hebben we gezegd, goh, laten we ermee beginnen. En het afgelopen half jaar zijn we dus heel druk geweest met het plannen, overleggen met de vaste bouwpartners. En we doen al 40 jaar, werken we met vaste bouwteams, Maas en Hendricks uit Oosterbeek, de BAM, Wiegink Architecten en ABT. Dat zijn de partijen waarmee we het gebouw doen. En onze toeleverancier van de buitenspeeltuin, Eibe, die gaat ook de binnenspeeltuin doen. Wat zich voor moet stellen is, er komt een gebouw wat een beetje de vorm krijgt van een barbapapa of een aardappel. Dus twee ronde cirkels aan elkaar. Als de bezoeker dat gebouw binnenkomt, dan komt hij eerst op het terras waar de ouders en grootouders en iedereen lekker kan zitten op het moment dat de kinderen aan het spelen zijn. Maar vanaf het terras gaat de speelhal 1,60 meter naar beneden. Dus de bezoekers gaan dan naar beneden. Op de begaande grond van de speelhal is een waterplas gecreëerd. Niet echt water, maar gewoon in een kunststof vloer. En in die waterplas zitten zogenaamd eilanden. En daar zitten stapstenen. Nou, daarboven komt een totale houten speelstructuur, maar op palen. Dus het wordt een dorp op palen. En in dat dorp kunnen de kinderen glijden. Er zijn diverse glijbanen. Ze kunnen klimmen, ze kunnen klauteren. Er is van alles te doen in dat dorp wat boven de grond is. En in dat gebouw kunnen tegelijkertijd zo'n 300, 350 kinderen spelen. Kortom, een bijzondere activiteit er weer bij voor Burgersoe. Wij zijn er heel blij mee dat we mee aan de slag gaan. En wij denken dat het een hele waardevolle aanvulling is. Zeker voor de vele Arnhemmers die bij ons een abonnement hebben. Want die komen heel graag naar ons park. Die komen vaak naar ons park. Maar die hebben natuurlijk ook wel gemerkt dat als ze in de winter zijn, dat de kinderen niet even lekker kunnen rafotten. Nou, als volgend jaar, 30 maart, die indoor speeltuin open gaat, dan hebben we dat toegevoegd. Voor alle bezoekers van ons park, alle dagbezoekers en iedereen die wil komen. Maar vooral ook zeker voor onze abonnementhouders die hier vaker komen. 365 dagen is er voldoende te doen in ons park en nu ook voor de kinderen.